Zo, hallo daar en welkom terug bij Help de Minima. Hierbij een kleine korte update van de groep en waar, nou ja, achter de schermen mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. Ik heb onder softwarehulp en geldaanvraag heb ik nu eindelijk een video-uitleg weten te plaatsen. Nou, die dus ingaat op het proces en wat er dus aan gedaan moet worden of waar we mee bezig zijn om dat te regelen. Nu hebben alle diensten die wij hebben nu een video-uitleg. En ik denk dat van dat is wel top. Ik moet eventjes zoeken naar de website van Help de Minima. En of staat die hier al bij? Oh ja, die staat hier al bij. Ja. Als het goed is, heeft de website. Ik moet even zien wat erop staat. Ja. De website, een stukje tekst. Een video. Die uitlegt van nou, wat het doel is. Onze doelen uiteraard die hierbij staan. De dienstverlening. Ik ben nog bezig met een lijst van nuttige informatie op te stellen. Vandaar dus dat, nou ja, dat nog eventjes zo staat. Maar we willen ook aan belangenbehartiging doen. Om ervoor te zorgen dat ja, mensen in de minima meer vertegenwoordigd zijn, meer gehoord worden en vooral meer geholpen om niet meer in de minima te zitten. En als laatste, ik weet niet of deze al geüpdate zijn. Oh, die gaan dus al heel specifiek als je erop klikt. Ah. Oké. Okay. Nee, ik zie dus al een paar foutjes. De bedoeling is dus dat als je op meer drukt, dat er dus duidelijker komt te staan van nou ja, waar het naartoe gaat. En ik zie dus al dat een aantal dingen nog niet op de juiste manier zijn ingevuld en gezegd. Dat is een beetje jammer. Nou, wat dus als je hierop meer klikt moet gebeuren, is eigenlijk dezelfde informatie dat als je hierop deze groepen drukt. Het kan dus, de reden waarom we dat doen, of waarom ik dat heb gedaan, kan ik beter zeggen, is omdat niet iedereen direct van de groep lid wil worden om eerst te snappen van nou ja, wat we aanbieden. Dus daarom staat het hier op de website en ja, moet ik dus er inhoudelijk nog even op ingaan om te laten zien hoe het werkt. Maar dat is dus wel iets voor een andere keer. Verder met grote dank aan Nico. Ik weet niet of ik hem mag laten zien, maar goed, Nico die helpt mij mee achter de schermen om uit te reiken naar partijen om onze groep onder de aandacht te brengen. Tot zover willen bijvoorbeeld kranten en dergelijke nog niet gehoord naar ons ja, artikel luisteren. Van waar de groep voor staat. Vind ik erg jammer. Maar ja, daar zijn we dus gewoon nog mee bezig. En mochten meer mensen zich geroepen voelen om naar meerdere partijen uit te reiken, om deze groep aandacht te geven en groter te maken, en dus ook bijvoorbeeld mensen te werven voor onze diensten, dan hoor ik dat heel graag. Nou, en dat is de update die ik tot dusver heb. Hartstikke bedankt voor het kijken van deze video en nou, dan ga je goed. Tot ziens.